In deze video gaan we kijken naar het begrip spanningsdeler, en we gaan er dadelijk ook mee rekenen. Daarnaast gaan we het ook hebben over de term variabele weerstand. En dat is ook precies wat hier getekend is. We zien hier een schakeling met een batterij van 12 volt en een variabele weerstand. En dat herken je omdat er bij een variabele weerstand altijd nog een stroomdraadje loopt en een pijltje die aan de zijkant van de weerstand uitkomt. Wat je met de variabele weerstand eigenlijk kunt doen, is het volgende. Je kunt die variabele weerstand eigenlijk zien als twee weerstanden die in serie staan. En door ergens een palletje te schuiven, kun je de grootte van de ene weerstand vergroten, waarmee je ook meteen de grootte van de andere weerstand verkleint. In deze situatie hadden we een weerstand, ik zal hem even terug laten zien, die in totaal 30 Ohm is, maar je kunt die 30 Ohm gaan verdelen in twee losse uh, stukken. Uh, waarbij het natuurlijk geldt dat die losse stukken altijd samen 30 ohm zijn. Nou, waar gaan we nu naar kijken? De vraag is dus, uh, als volgt: de spanningsmeter die hier is uh, getekend, die geeft 4 volt aan hoe groot is het stuk weerstand tussen de punten A en B. Nou, wat ik net al zei, ga ik uh, nog even een keer doen. Ik ga die variabele weerstand in gedachten. Bekijken als zijn de twee losse weerstanden, waarbij ik dus gegeven heb gekregen dat in het tweede we stukje weerstand, wat ik dan nu even R2 noem, de spanning 4 volt is. Nou, zoals je hier kunt zien staan die twee weerstanden in serie, wat dus uh, inhoudt dat de spanning over elk van de weerstanden opgeteld samen 12 volt moeten zijn. En zo kun je heel eenvoudig uh, achterhalen dat er een spanning van 8 volt moet staan over het linker gedeelte van de variabele weerstand, die ik hier eventjes R1 heb genoemd. Ja, hoe gaan we hier nou verder mee rekenen? Nou, dat gaan we doen door gebruik te maken van het begrip spanningsdeler. En een spanningsdeler, dat heb je altijd als je te maken hebt met een serieschakeling, met twee of meerdere weerstanden die in serie staan. En dan geldt namelijk het volgende, de spanning verdeelt zich over elk van de weerstanden, Precies in dezelfde verhouding als de groottes van de weerstanden zijn. In formulevorm ziet dat er zo uit: dus de verhouding tussen R1 en R2 moet precies even groot zijn als de verhouding tussen U1 en U2. Nu weet ik U1 en U2, die heb ik net namelijk uh, al afgeleid, en ik zie hier eigenlijk dat de spanning over weerstand 1 twee keer zo groot is als de spanning over weerstand 2. Dan weet ik eigenlijk ook meteen, omdat ik hier te maken heb met de spanningsdeler, dat ook de grootte van weerstand 1 twee keer zo groot moet zijn als de grootte van weerstand 2. Als je nu even kijkt dat het samen 30 ohm moet zijn, dan is er natuurlijk maar één mogelijkheid. En dat is namelijk dat de grootte van de eerste weerstand 20 ohm is en de grootte van de tweede weerstand 10 ohm. Samen 30 ohm. En weerstand 1 is twee keer zo groot als weerstand 2. We gaan ook nog een stapje verder. We gaan namelijk kijken wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer ik de voltmeter ga vervangen door nog een weerstand. Een vaste weerstand van 10 ohm. Ik teken hem hier eventjes. Dus ik heb nu een derde weerstand, R3. En ik heb nog steeds mijn variabele weerstand die ik zo heb ingesteld dat het linker gedeelte 20 ohm is en het, derde, het rechter gedeelte 10 ohm. Ik krijg nu een nieuwe vraag. De nieuwe vraag wordt, hoe groot wordt nu de spanning die staat over weerstand R1? En dan moeten we natuurlijk niet vergeten, net in de vorige opdracht was de spanning over weerstand R1 8 volt. Blijft dat nu hetzelfde? Blijft dat 8 volt? Wordt dat groter of wordt dat kleiner? Nou, dat kun je uitrekenen, dat gaan we ook doen. En dat gaan we in twee stapjes doen. Ten eerste zie ik dat ik nu te maken heb met een gemengde schakeling. Ik heb drie weerstanden, waarbij twee van de drie weerstanden uh, parallel staan aan elkaar. En het zou erg handig zijn wanneer ik die twee parallel staande weerstanden kan vervangen door uh, één weerstand uh, met wel de goede waarde voor de weerstand. Dus ik ga eerst even uitrekenen hoe groot is de waarde van de weerstand, van de vervangingsweerstand, wanneer ik R2 en R3 vervang door één uh, nieuwe weerstand. En daar heb ik natuurlijk een formule voor. En die formule ziet er zo uit, staat ook in BINAS. Uh, 1 gedeeld door de vervangingsweerstand, ook wel totaalweerstand genoemd, is gelijk aan 1 gedeeld door in dit geval R2 plus 1 gedeeld door R3. Nu zijn R2 en R3 allebei 10 ohm. 1 tiende plus 1 tiende is 2 tiende. En dat is weer gelijk aan 1 gedeeld door de totaalweerstand. Dan moet die totaalweerstand uh, 10 gedeeld door 2, oftewel 5 ohm zijn. Ik kan dus mijn situatie vereenvoudigen. Ik kan namelijk die twee weerstanden vervangen door één nieuwe weerstand met een waarde van 5 ohm. En wat ik nu zie is dat ik weer twee weerstanden in serie heb. Ik heb weer een spanningsdeler. Dus die spanning van 12 volt die zal zich weer gaan verdelen over die twee weerstanden. En nu is de vraag dus: hoe is nu de verdeling? En het principe blijft hetzelfde, namelijk dat de verhouding van die twee weerstanden ook gelijk moet zijn aan de verhouding van de twee spanningen. De situatie is nu wel precies andersom als de situatie die we net hadden. Nu weet ik de grootte van elk van de twee weerstanden, die zijn 20 ohm en 5 ohm en ik weet nog niet de grootte van de twee spanningen. Ik weet natuurlijk wel dat ze opgeteld 12 volt moeten zijn. Ja, in deze situatie zie ik dat R1 vier keer zo groot is als de vervangingsweerstand van R2 en R3 samen. Dan moet dus ook de spanning vier keer zo groot zijn als de spanning over het tweede gedeelte krijg een verhouding 4 staat tot 1. U1 zal dan 9,6 volt moeten zijn en U2,3 2,4 volt. Want 9,6 plus 2,4 is samen 12 volt en de spanning over R1 is vier keer zo groot als de spanning over de paralleltak van weerstand 2 en 3.